Oké, Doreen. Vrouwen in de bouw, dat is niet zo vanzelfsprekend. Meestal wordt dat toch als een mannenjob aanzien. Nu, hoe komt het dat jij in de bouw bent geraakt? Goh. Ja, in het middelbaar ik deed heel graag wetenschappen en zo. Dus ik ben industrieel ingenieur beginnen volgen. En daar had ik een paar verschillende keuzes. Maar ik had al zo van een vriendin gehoord dat haar papa voor projectleider was en werfleider. Allee, ja, en dat leek me interessant. En ik kreeg daar keuzes tussen chemie, bouwkunde, elektronica, ICT. En bouwkunde, dat sprak mij gewoon direct aan. Ik vond dat superleuk om dingen uit te rekenen. En toen dacht ik daar wel nog niet bij na van, ik moet daar op werven rondlopen en zo, maar uiteindelijk, vanaf mijn laatste jaar van mijn stage, was ik echt zeker dat ik dat wou doen, ja. En wat is jouw taak juist hier op de site van de VTS? Ik ben assistent projectleider. Ik moet alles in de goede banen leiden, coördinatie doen, zien dat het materiaal op de werf geleverd wordt, dat de mannen onder planning goed zit. Ook op de bureau heb ik ook wel werk, dus soms een keer wat dingen uitrekenen en zo. Ja. Heel gevarieerd, het is ook niet altijd hetzelfde uur opstaan. Soms moet ik om 7 uur op de werf zijn, soms zijn dat lange dagen. Dat is echt heel gevarieerd, heel leuk, allee, echt super om te doen.